Daley, allereerst van harte gefeliciteerd met je selectie voor het Nederlands elftal. De eerste keer, wat was jouw eerste reactie toen je het hoorde? Heel blij en trots dat ik bij het Nederlands elftal ben gekomen. Vond je het een keer tijd worden? Dat niet. Maar wel een keer voor selectie al gezeten en nu weer voor selectie. Dus ja, dan hoop je wel dat je erbij komt. En ik ben echt super blij dat het gebeurd is. Het nieuws is nu nog vrij vers. Wie heb je het als eerst verteld? Gisteravond na de wedstrijd zei Frank de Boer het al. En vanochtend net heb ik het er gewoon gelezen. Ik heb nog wel veel berichtjes gehad, maar nog geen belletje of zo. Maar heb je al mensen verteld hoe blij je was? Je vader is assistent trainer. Heb je al contact met hem gehad? Ja, tuurlijk, dat wel. Hij is ook trots. En net als ik ben ik ook super blij. Of net als hij bedoel ik. Dus, Ja, wat verwacht je daar dan van? Want je gaat naar Noordwijk maandag om je te melden. Hoe zie je dat voor je? Geen idee wat ik kan verwachten daar. Ik volg gewoon Kenneth en Van Rijn en dan zie ik wel wat er gaat gebeuren. Daley Blind zit bij de selectie voor het Nederlands elftal. Vind je dat terecht? Nou, gezien zijn prestaties en wat nog meer op die positie is, vind ik het zeker terecht. Hij vertelde dat jij het hem gisteren al doorgegeven had. Ik had hem al, ik had de bondscoach al gesproken. En, ik wist het eigenlijk al een maand geleden dat Daley waarschijnlijk zal geselecteerd worden voor deze interland. Ook omdat Italië natuurlijk een ander systeem speelt dan de andere interland die ze hadden gespeeld. Dus omdat hij gewoon aan de weg timmert. Hij heeft niet dat hij nou 2 weken goed speelt. Nee, hij speelt al 2 maanden of 3 maanden op een heel goed niveau. Het is een mooie wedstrijd tegen Italië. Ga je dan ook al meteen voor een basisplaats of denk je nou even rustig daar wennen en op de bank en dan hopen op een debuut? Je hoopt natuurlijk als je erbij zit dat je wel minuten gaat maken. En dat hoop ik wel. Ik hoop wel dat ik mijn debuut ga maken natuurlijk als ik erbij zit. Zie je het ook als een beloning voor een goed seizoen dat je doormaakt? Het is ook een teken dat je goed bezig bent. En vooral ook dat je zo door moet gaan en dat je het niveau vast moet houden. Het is vooral een stimulans. Heb je het volkslied al een beetje geoefend? Ik heb voor de rest alle jeugdelftallen doorlopen van het Nederlands elftal, dus het zit er wel in. Als je daar staat, dan kan je meezingen. Dat moet wel lukken, ja.